Goedendag vanuit de Digitale Mediafabriek in Den Haag. Welkom bij de 9e en laatste aflevering in een serie interviews met eigenaars en medewerkers van webwinkels. Deze serie heeft als thema familiebedrijven. Naast mij zitten Barry Voorhorst en Marja Reinders. Barry is mede-eigenaar van Oldenhof en de bijbehorende webwinkel kookwinkel.nl. En Marja is webredacteur en verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij het bedrijf. Oldenhof heeft 3 fysieke winkels en nog 4 in samenwerking met Kookpunt Rotterdam. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug naar 1821. Maar welkom Barry en welkom Marja. Dank je wel. Om te beginnen, iets over de geschiedenis van het bedrijf. Jij bent mede-eigenaar, mm-hmm. toch? Ja. En familielid. Ja. Kan je er iets over vertellen? Ja, Oldenhof is ontstaan in 1821. En zij maakte grote gietijzeren fornuizen mm-hmm. voor het leger. En gaandeweg is daar huishoudelijk gerei bijgekomen. En in 1930 heeft Oldenhof eigenlijk het eerste kookboek ook uitgegeven. In samenwerking met de huishoudschool. En dat ging over wekken en zelf jam maken. Zo is die ontwikkeling eigenlijk gegaan tot aan nu de kookwinkel. Heel erg de notendop, ja. hè? Ja. Want Oldenhof was een familie, neem ik aan? Of en daar is inderdaad een kamphuis in beeld gekomen, vrijwel in het begin. En het mm-hmm. is nu nog steeds in de familie. Dus het kamphuis is nog steeds leidinggevend. Ja. Ja. En wat is jouw relatie met de familie? Een familielid, dus ik ben mede-eigenaar. Ja. 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 En jij? Ik ben er een half jaar geleden bij Oldenhof komen werken mm-hmm. om de communicatie en de marketing te doen eigenlijk. En en geen familie? Nee, ik ben helemaal geen familie. Nee, ik heb, ben er gewoon komen werken. En ik ben van de koude kant, hè, zeggen ze dan. Maar er zit wel nog... Wat zit er nog aan familie in het bedrijf? De dochter van Kamphuis is mede-eigenaar. Mm-hmm. Dat is Marjolein Kamphuis. Dus dat is nog steeds familie. Ja. Ja. En dat is jouw vrouw? Ja. Ja. Oké, okay, ja, ja, is dat duidelijk. Ja. En verder nog familie? Haar ouders. Mm-hmm. Die hebben het bedrijf overgedaan, maar die functioneren nog steeds in de rol van commissaris. Ze hebben een commissarisrol. Okay. Ja. En zij hebben eigenlijk vanaf 1960 de kookwinkel geïntroduceerd. Dus zij zijn begonnen met het importeren van bijvoorbeeld de espresso-machines, pasta-machines. Ze hebben een wok laten maken met een afgedijde bodem. Die was nog niet in Nederland verkrijgbaar. En Marjolein en ik hebben dat in de jaren 80 uitgebreid. Dus wij hebben, want de ontstaansgeschiedenis was in Zwolle. Daar was de mm-hmm. eerste kookwinkel gevestigd. En wij hebben dat verder uitgebreid in Amersfoort en in Hilversum. Ja, oké. Okay. En hoeveel mensen werken er bij jullie? We zitten nu tussen de 40 en de 60. Het verschilt een beetje. Er zitten 40 fulltimers. Mm-hmm. En met de parttimers erbij ongeveer 60. En nog een weekend. En het is voor alle activiteiten die jullie doen? Ja. Want jullie hebben een uitgeverij ook? Ja, we hebben een kookboekuitgeverij. We hebben inmiddels meer dan 40 titels in eigen beheer. Mm-hmm. We hebben een groothandel en ook een kookschool in Hilversum, waar eigenlijk 5 dagen in de week kookcursussen worden gegeven. Dus dan is dat niet heel veel mensen die je daarvoor in dienst hebben. Nee, dus wordt hard gewerkt. Wordt hard gewerkt, ja. Ja, stevig aanpakken. Ja. Precies. Ja. Ja. Hey, en de kookwinkel.nl is het online verlengstuk van de winkels. Wanneer? Daar zijn we 7 jaar geleden mee begonnen. En in eerste instantie met het idee om mensen online kookcursussen te laten boeken. Mm-hmm. En dat beviel dusdanig goed dat we ook producten zijn gaan toevoegen. En inmiddels kan ik zeggen dat ik denk een 80% van onze collectie online te koop is. En met succes. Ja. Onze webwinkel draait super. Ja? Ja. We zijn goed te vinden. Ja, en 80% is dus niet alles? We zijn natuurlijk, we hebben zo'n aanwas van nieuwe producten ieder jaar dat het bijna onmogelijk is om alles direct online te krijgen. Maar we doen ons best. Ja, hoe moet, want ik ken de kookwereld niet zo goed, maar een aanwas van nieuwe producten, zijn dat echt steeds, vernieuwt dat assortiment zich? Ja, wij gaan regelmatig, of eigenlijk ieder jaar, diverse buitenlandse beurzen af op zoek naar innovatie. Mm-hmm. Dat is toch ook wel het kenmerk van ons bedrijf, innovatie. We willen voorop lopen
op het gebied van kookattributen. Mm-hmm. En ja, dat halen we dan naar Nederland. Ja. En ja, dat willen we ook zo snel mogelijk natuurlijk online hebben. Maar dat is vaak zoveel dat het niet allemaal even snel kan. Ja, nee. Maar het is altijd te koop in de fysieke winkels. Ja, ja, ja. En we proberen eigenlijk die aansluiting zeg maar steeds beter te maken. Dus we proberen tussen winkel en webwinkel dat steeds meer gelijk op te trekken. Ja. Dat allebei even hard, even veel collectie heeft. Ja, want wat je nog wel eens hoort, ik weet niet of dat in jullie branche zou kunnen, maar is dat je juist in de webwinkel meer verkoopt dan in de winkel, dat je die hele longtail kunt aanbieden? Dat hoor ik ook, maar dat is in ons niet zo. Het is ook lastig? Of? Nee, niet lastig, maar zover gaat het bij ons niet. Nee. Het is wel zo dat mensen de website gebruiken als informatiepunt, mm-hmm. Maar de producten toch graag of gedemonstreerd willen zien in de winkel en het dan in de winkel komen aanschaffen. Of ze komen juist in de winkel kijken om dingen te voelen, om te zien hoe het werkt. Ja. En schaffen het vervolgens online aan om het dan thuis bezorgd te krijgen. Ja. Dus wat dat betreft versterkt het elkaar. Ja, dat zien jullie wel heel duidelijk. Ja, het is begonnen dan als visitekaartje, maar inmiddels is het natuurlijk gewoon een zelfstandige unit. Ja. Ja. Met een omzet die vergelijkbaar is met gewoon een fysieke winkel? Ja, dat kan je zo stellen, ja. Een volwaardige winkel. Ja, een volwaardig bedrijf. Ja. 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 Ja, en mensen weten ons ook steeds vaker te vinden om gewoon producten die ze niet kunnen vinden in onze webwinkel of in onze winkel, maar die ze wel bijvoorbeeld op het gebied van koken tegenkomen. Mm-hmm. Nou ja, dan komen ze bij ons daarnaar vragen. En op die manier wordt onze collectie natuurlijk ook weer uitgebreid. Ja. Dus zo helpen de klanten eigenlijk ook ons weer. Om jullie collectie uit te breiden. Ja. Zien jullie waar de vraag naar is. En, Ja. Nog even terug naar het familiebedrijf. Ik zal eerst bij jou beginnen. Hoe is het om in een familiebedrijf te werken? Ik denk dat je hiervoor misschien ook wel andere werkgevers hebt gehad. Ik heb hiervoor eigenlijk ook familiebedrijven als werkgever gehad. Maar het is heel fijn omdat er veel korte lijntjes zijn. Mm-hmm. En ik doe voor het hele bedrijf de marketing en communicatie. En ik werk eigenlijk heel veel rechtstreeks samen met Barry. Mm-hmm. Wat dat betreft maakt dat mijn werk heel makkelijk. Ik hoef maar weinig stappen te ondernemen. Het is een ja of een nee. En ik denk dat wat je heel erg terugziet is dat mensen vaak al heel lang bij het bedrijf werken. Ja. En daardoor zit er heel veel kennis. Bedrijfsleiding werkt er soms al 5 tot 10 jaar. En dat maakt gewoon dat ze heel veel weten en heel erg begaan zijn met het bedrijf. Ja. En er hard voor werken. En dat maakt een goede sfeer. Ja. Ja. En hoe is het voor jou? Wat zijn voor jou de voor- en misschien ook wel nadelen van een familiebedrijf? Voordelen is inderdaad dat het korte lijnen zijn. Je kan vrij snel schakelen. Zeker omdat het een wat kleiner team is, kan je heel snel beslissingen nemen. Dat is echt positief. Ja, nadeel is dat, maar goed, dat heeft ieder ondernemer. Dat is 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Dat is niks nieuws. Nee. En dan moet je af en toe even voor afsluiten. Ja. Maar het is eigenlijk alleen maar positief. Ja. Ja. Zeker omdat het zo goed gaat. Hè. Het is, kijk, onze kookwinkel is duidelijk crisisbestendig. Ja. Mensen blijven thuis, gaan minder uit eten. Ja, willen toch met vrienden koken. En willen een degelijk stuk gereedschap hebben om daarmee te koken. Ja. En onze filosofie is altijd geweest dat we kookgerei selecteren op kwaliteit tegen een redelijke prijs. En ik merk nu in deze crisistijd dat dat heel erg wordt gewaardeerd. Ja. En koken is natuurlijk ontzettend in. Daar hebben we dan ook echt hard voor gewerkt de afgelopen 25 jaar. Want we zijn echt begonnen met het meewerken aan kooktijdschriften, aan kookprogramma's, onder andere van Cas Pijkers, Kook met Sterren, daar hebben we aan de wieg gestaan. Okay. Dus we hebben duidelijk ook de kookcultuur in Nederland wel gestimuleerd daardoor. Ja. Dus niet zo dat het zo is komen aanwaaien. Of zo. En dat jullie daar nu de vruchten van plukken. Natuurlijk is dat zo, maar we hebben er wel heel hard voor gewerkt. Oké, is goed om te horen, toch? Ja. Nou ja, en eigenlijk nu ook nog. Dus nu werken we ook heel veel samen met tijdschriften. Ja. En verstrekken heel veel beeldmateriaal. We maken allemaal onze eigen foto's van de producten. Ja. En dat is erg gewild bij tijdschriften, want dat is hoge kwaliteit. De foto's die ook voor de website gebruikt. Ja, daar zijn we erg gewild om en om het assortiment. Ja. En dat is altijd met naamsvermeldingen, neem ik aan. Ja. Ja, want we hebben natuurlijk een heel breed assortiment. Hè. Dus, echt van pollepel tot aan een 2 meter fornuis. Ja, alles is in huis. Ja. En als we kijken naar
het webshop en de fysieke winkels, mm-hmm. de multichannel retail. Welke uitdagingen zien jullie daar? Ik denk dat de uitdaging ligt bij het up-to-date houden van beide. Mm-hmm. Dus dat de webshop niet gaat lijden onder de enorme hoeveelheid die in de winkel kwijt kan. Want het zijn allemaal grote winkels. Maar idem dito dat de winkel niet onderdoet voor de webshop. Ja. Dus juist het versterken van elkaar, wat nu al gebeurt, mm-hmm. dat moet eigenlijk blijven voortzetten. Dus een van onze plannen is binnen korte termijn dat er ook zuilen komen in de winkels met computers, zodat mensen ook daadwerkelijk in de winkel iets zien en in de winkel nog hun bestelling kunnen plaatsen. Ja. En dan zou je nog bijna het voor ze in kunnen pakken op het moment dat ze erbij staan, mm-hmm. en het dan versturen. Maar dat eigenlijk die lijntjes, dat mensen niet nog eerst naar huis hoeven. Daar gaan zoeken. Ja, maar dat ze het echt in de winkel direct op een mooi scherm kunnen aanschaffen. Ja. En of dat als hun kleur bijvoorbeeld niet voorradig is in de winkel, dat ze hem gelijk online kunnen zien op de foto. Ja. En dat wij hem kunnen bestellen of iets in die richting. Nou, dat dus is wel ook wel de trend, hè? Die tablets. Absoluut. En zuilen in de winkels. Ja. 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 En dat is dan iets wat ze gewoon zelf, waar ze zelf aan mogen zitten? Of is dat? Ja, het is gewoon zelf, zelf aanraken. Ja. 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 En wat voor, je zei korte termijn? Nou ja, wel het komend half jaar. Ja, absoluut. Ja. Nog andere toekomstplannen? Ja, we hebben plannen genoeg, ja. Dat is mooi, bedankt. Ik kan er een paar noemen, misschien. Nee, niet specifiek, maar er zitten echt plannen genoeg in het hoofd. Ja. Waar we de komende jaren nog volop mee bezig kunnen. Ja. Zeker. Dus het wordt het perim, wordt alleen maar het onhof. Ja, stap voor stap. Dat is net wat Marja zegt. Kijk, een winkel moet je altijd vernieuwen. En zo is het ook met de internetwinkel. Moet je blijven vernieuwen, blijven innoveren. Ja. En als we dat maar goed doen, dan denk ik dat Oldenhof zeker nog 190 jaar mee kan. Ja, het is al 190 jaar. Ja, dat bedoel ik. Er komt nog 190 bij, minimaal. Zeker. Oké. Okay. Nou, ik wens jullie daarbij heel veel succes. Dank je wel. Bedankt. En u bedankt voor het kijken en tot ziens. Top.